Een korte waarschuwing voordat deze video begint. Kan je niet goed tegen bloed, wonden en horror? Sla deze vlog dan even over. Hoi allemaal. In deze video ben ik uitgedaagd hoe ik zo snel mogelijk van een blok hout allemaal kleine blokjes kan maken en dan zo snel mogelijk een kampvuur te maken. Ik heb hier mijn bel. Een blok staat hier beneden, die is even buiten beeld. De tijd loopt. Ah! Auw! Oh, dat is helemaal niet goed gegaan. Geintje natuurlijk. In deze video ga ik laten zien hoe je voor bijvoorbeeld een Halloweenfeestje een nepwond op je hoofd of op je armen kan maken. Ik ga even beginnen met wat je allemaal nodig hebt. Ik gebruik vloeibare latex en dit is speciaal geschikt voor je huid. Verder heb ik allerlei kleuren aan rode lipstick en paars voor bloed. En een beetje nepbloed. Dit kun je echt gewoon in bijna iedere winkel kopen nu het bijna Halloween is. En tissues. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Als je een tissue hebt, die bestaat uit meerdere lagen. Die wil je allemaal van elkaar afpellen. En zo'n dunne laag tissue in combinatie met latex gaat precies eruit zien als je huid. Nu zit het eerste laagje erop. Deze randjes gaan we er zo allemaal afhalen. Wacht even tussen de laagjes tot de latex droog is. Ik heb nu inmiddels 2 laagjes tissues en 2 laagjes latex op mijn hoofd. En nu ben ik de randjes eraf aan het tellen. Zoals je ziet dat deze randjes nog een beetje los zitten, is ik ga er nog 1 keer helemaal overheen met latex. Zodat het een heel dun laagje wordt eigenlijk tussen je echte huid en je nephuid die je nu aan het maken bent. Dit is hoe het er nu uitziet. Inmiddels is het zo goed als droog. En nu ga ik zorgen dat mijn eigen huidskleur gaat matchen met de nephuid. Nu je hele foundation erop zit, komt eigenlijk het engste gedeelte. En nu gaan we bepalen waar de snee komt te zitten. Wat je gaat doen is gewoon, je maakt een beginnetje en je knipt gewoon door die latex heen. Kijk wel uit voor je huid, voor je echte huid. Nou, zoals je ziet is het open. En wat ik nu ga doen is een beetje aan die randjes trekken. Een beetje kapot scheuren, zodat het niet een perfecte snee is, maar die wond wat meer open komt te staan, zeg maar. Ik ben er zo wel tevreden mee. Wat ik nu ga doen is door middel van rode lipsticks de binnenkant inkleuren. En dat was hem. Hier is je Halloween horror wond. Heb je dit keer een Halloween feestje en besluit je dit na te maken? Laat dan een reactie achter. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe jullie creaties eruit zien. En daarnaast, een fijne Halloween. Doei!